Bomen. Ze hebben vele voordelen. Ze zijn goed voor de luchtkwaliteit, vogels, om extreme hitte te voorkomen en om wateroverlast tegen te gaan. Maar in een stedelijke omgeving is het nog niet zo vanzelfsprekend dat een boom het goed doet. Nou, hoe dat zit, dat zie je in deze eerste aflevering. Waar staan wij naar te kijken? Een aannemer moet een waterleiding vervangen. En aangezien in het tracé, zeg maar, waar zij langs moeten, staan allemaal bomen. Om de bomen te sparen, zeg maar, zijn we hier aan het werk met een zuigauto. Wat doet die zuigauto? De zuigauto zorgt er eigenlijk voor dat de leidingen vrijkomen zonder wortels veel te beschadigen. Want als je hier gewoon met een kraan in zou staan te graven, dan trek je zulke wortels door. Gaan de bomen dood, onstabiel. En schade aan de wortels zorgt er ook voor dat er ziektes in de bomen kunnen komen. Wortels zijn ook ingepakt, omdat het nu op het moment heel droog is. Prinsesjes zijn het. Nou, deze boom, Edwin, is niet zoals het moet zijn. Nee, dat klopt. Het is inderdaad een heel zielig boompje. Je kunt het een beetje zien, die hele straat is al uitgevallen in de afgelopen jaren. Groeiplaats functioneert niet, bomen willen niet groeien, te weinig vocht. Te weinig voedsel. En dan kun je heel goed zien aan de achterkant waar de bomen het wel goed hebben. Voldoende ruimte om te wortelen, om hun voeding weg te halen, het vocht te krijgen. Ja, en dit is gewoon eigenlijk heel zielig dat zo'n boompje hier zo moet, op deze manier moet groeien. Die mogen we weghalen, als je die steunwortels maar... Nee. Maar goed, dat weet jij zelf ook wel, hè? Elke boom in Groningen heeft een eigen nummertje, eigen paspoortje. Als een takje wordt gesnoeid, wordt in het systeem gezet. Als er nu gegraven wordt, wordt in het systeem gezet, wordt ook aangegeven hoeveel wortels worden er gesnoeid. En eigenlijk begeleid jij dit project, zo'n proces? Mijn rol hierin is, ik loop de schouw, ik keur het bomenplan en ik kom af en toe op het werk kijken of het gewoon goed gaat. Eigenlijk spreken ze alleen aan als het niet goed gaat. Dus ja, het is een soort politieagent. Als het goed gaat, dan zeg ik hoi, dan drink ik een koffie, je rook een sigaretje. Als het fout gaat, ja, dan zeg ik wow. En nou, het kan wel zijn dat je het werk zelfs gewoon stil moet leggen. Dan zeg ik, jongens, dit gaat helemaal fout, dit is niet de afspraak. Robbie van, de politie. Ja, vandaar mijn slechte naam. Hoe zorg je er nou voor dat deze boom... deze gaat het niet meer doen. Nee. Maar een nieuwe boom, dat die het wel goed gaat doen. Nou, eigenlijk, wat je mee te maken hebt, hier is een stoep. Kabels en leidingen, veel straatzand waarschijnlijk, slechte ondergrond. Dus wat je wil is een omgeving creëren waar een boom kan wortelen. En eigenlijk zit de crux achter je, dat is de parkeerstrook. Die ligt vrij van allerlei kabels en leidingen, vrij van allerlei beperkingen. Wat we daar willen gaan doen, is het asfalt eruit halen en er een groeiplaats van maken in de hele lengte geschikt voor de boom om te kunnen groeien. En dat mensen kunnen genieten van de bomen die hier staan. Nou, dat die bomen het dus moeilijk hebben in de gemeente, dat is wel duidelijk. Maar we willen ze wel graag om ons heen. En daarom zullen we ze goed in de gaten moeten houden. En laat dat nou net het onderwerp zijn voor de volgende aflevering. Waar die op de wortelhals zit, daar gaan we dus prikken. Oh ja, kijk, daar kan je wel prikken. Ik kom hier aanlopen, ik zie hier een boom aan allerlei apparatuur liggen. Wat zijn jullie aan het doen?